Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik je vertellen welke boeken ik heb gelezen in de maand maart. In maart heb ik 5 boeken uitgelezen en ik ga je in deze video vertellen wat ik van deze boeken vond. En uiteraard ook wat korte informatie waar het verhaal over gaat. Dus mocht je nou benieuwd zijn naar mijn gelezen boeken van de maand maart, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Het eerste boek wat ik heb gelezen is het boek Liefde zal overleven, geschreven door E.O. Todd. Deze komt uit de Voor Eeuwig reeks. Het is boek 19. Voorlopig is dit ook het laatste boek uit deze reeks. En ik weet ook niet of hier nog een vervolg op zou komen. In dit boek gaan Slade en Trinity op huwelijksreis. In een tropisch paradijs. Hun vakantie loopt echter niet zoals gepland, want er gebeuren een paar nare dingen. Zo wordt Trinity bijna ontvoerd door een man en Slade kan er nog net tussen springen, maar dat heeft wel een hele nare smaak op een huwelijksreis. Slade krijgt ook te horen dat Trinity niet zijn achternaam wil dragen en daar maakt hij nog best wel wat stampij over, want hij vindt dat het gewoon zo hoort. En hij is ook best wel verrast als hij een kijkje neemt op de bankrekening, want hij komt erachter dat Trinity best wel veel geld verdient met haar eigen bedrijf. Shin en Scarlett besluiten om hun huis te verkopen, want ze willen heel graag de draad weer oppakken naar alle rampzalige gebeurtenissen die er hebben plaatsgevonden. Ze vinden het wel heel moeilijk om dit aan hun kinderen te vertellen, want ze weten dat ze het vreselijk zullen vinden als ze dat huis zullen verkopen, maar ze moeten dus ook vertellen wat zich daar heeft plaatsgevonden en daardoor komt er wel weer wat meer begrip van hun kinderen uit, maar Sky heeft er nog best wel veel moeite mee omdat ze het huis naast hun ouders wilde kopen. Ze hebben daar een bod op gedaan en ja, hun grote droom was om altijd naast haar ouders te wonen. Of ze uiteindelijk het huis zullen verkopen, daar kom je ook achter in dit boek, maar dat zal ik niet vertellen. Clementine die komt een oude vlam tegen en zijn woorden leiden ervoor dat ze haar slechte mening over hem een beetje herziet. Ze twijfelt wel of ze Ward moet vertellen over deze ontmoeting, want Ward is best wel jaloers. Beatrice die staat ineens onaangekondigd bij Conrad op de stoep en hij is eigenlijk niet helemaal zeker wat de reden hiervoor is. Maar dan barst ze in huilen uit en dan weet hij dat er wel iets heel ergs gebeurd moet zijn. Dit zorgt er wel voor dat relatie die hij met dat andere meisje had heel erg onder druk komt te staan. Omdat zij dit heeft gezien en ze willen, Conrad en zij willen beide niet toegeven dat ze toch wel gevoelens hebben voor elkaar. En dit leidt ervoor dat zij uiteindelijk het contact verbreekt. Dit waren eigenlijk wel een beetje de grote lijnen van dit boek. Ik hoop zelf heel erg dat er nog een vervolg komt. Want ik vind het einde nog wel heel erg open. Dus voor mijn part mag er zeker nog een boek achterna komen. Omdat ik denk dat er nog wel wat te vertellen valt. Dus ja, het is even afwachten. Maar ik heb wel genoten van dit boek in ieder geval. Het tweede boek wat ik heb gelezen is het boek De Jacht van Elle Kennedy. Dit boek gaat over Colin Fitzcarrald. En er wordt eigenlijk altijd wel gezegd dat tegenpolen elkaar aantrekken. En dat lijkt best wel te kloppen, want Colin die vindt eigenlijk al een tijdje het zusje van zijn beste vriend leuk. Eigenlijk is hij totaal haar type niet, want hij zit onder de tatoeages en hij is gek op gamen en ijshockey. En zij denkt dat hij haar oppervlakkig vindt. De volgende problemen die spelen is dat hij dus de beste vriend van haar broer is. Zijn beste vriend is weer verliefd op dit meisje en ze wonen ook nog eens samen in één huis.
Zij heeft eigenlijk genoeg aan haar hoofd en hij heeft eigenlijk aan de ene kant ook wat duidelijk gemaakt dat hij haar niet echt ziet zitten, omdat hij weet dat het een soort van no-go is om met het zusje van je beste vriend er vandoor te gaan. Toch is de spanning best wel hoog tussen deze twee en mocht hij van gedachten veranderen, staat zij zeker open voor meer tussen hun. Het is ook wel zo, dit meisje heeft best wel wat problemen. Ze is al van meerdere universiteiten afgetrapt. Het huis waar ze eigenlijk zou gaan wonen, die wilde haar uiteindelijk niet meer hebben. En daardoor is ze in dit mannenhuis beland. De eerste problemen beginnen al als er geen slot op de deur zit en een van de huisgenoten de deur opentrekt. En zij struggelt gewoon heel erg met zichzelf. Op een feestje is er dus wat voorgevallen tussen Colin en haar. En daardoor denkt zij dat hij haar totaal niet mag. Uiteindelijk komen ze erachter dat eigenlijk hun tekortkomingen best wel goed bij elkaar past. En willen ze het dan toch wel samen gaan proberen. Maar dit leidt wel weer tot problemen met de broer van dit meisje en ook met de beste vriend van Colin, omdat die dus nog steeds een oogje op haar heeft. Het is een beetje rommelig verteld. Ik ben de naam van het meisje ook even kwijt. Ik vond het op zich wel een mooi boek, maar ik kwam hier wel wat moeilijker doorheen, omdat het ook weer toch weer een beetje... De leeftijden zijn best wel jong, hè? Dit zijn 19-20ers. Ja, de tijden van school en zo, dat ligt zo ver achter me dat ik dat allemaal niet meer zo heel goed in mijn geheugen heb. Daardoor kwam ik er wat moeilijker doorheen. Er zijn nog wel meer boeken uit deze reeks en ik ben ergens ook wel benieuwd om die toch nog te gaan lezen. Maar ik heb besloten om ze niet achter elkaar te lezen om een beetje afwisseling voor mezelf ook te creëren. Maar op zich vond ik het wel een mooi boek, maar ik kwam er dus wat moeilijker doorheen als door de meeste boeken die ik normaal lees. Het volgende boek is geschreven door Natasha Madison en heeft de naam Slechts één kus. Dit is weer een ijshockeyserie. En dit boek gaat over Ralf. En Ralf kreeg een transfer vanuit Dallas en dat was een droom voor hem. Hij had alles wat zijn hartje begeerde. Zijn vrouw verwachtte hun eerste kindje en hij speelde de sterren van de hemel. Toen dacht hij, wat kan er misgaan? Nou, het lot gebeurde, want zijn vrouw is overleden en hij heeft nu de zorg over hun dochtertje. Waardoor hij er dus eigenlijk helemaal alleen voor staat. En hij heeft een heel druk trainingsschema en met alle wedstrijden heeft hij bijna nauwelijks tijd om te slapen, omdat zijn dochtertje ook nog heel klein is. Zijn social media bijwerken, dat kan hij al helemaal niet. Hij heeft er eigenlijk helemaal niks mee. Maar omdat hij sponsors moet binnenhalen, is het belangrijk dat hij wel wat aan zijn social media gaat doen. Ook leren we in dit boek Candace kennen. En Candace die deed de social media voor haar broer toen hij professionele ijshockeyspeler werd. En toen had hij zelf geen tijd meer voor social media. Toen heeft zij dit op zich genomen. En zij heeft intussen hier haar werk van kunnen maken. En ze begeleidt wel 50 spelers met het bijhouden van hun social media. Als Ralf dan voor haar deur staat, omdat hij eigenlijk al... Hij is uitgenodigd door de broer van Candace om ook te komen voor een barbecue, weet ze eigenlijk niet wat ze ziet. Ze ziet gelijk zijn schattige dochtertje en ze kan het gewoon allemaal niet weigeren. Eigenlijk was het plan van Candace om Ralf uit de brand te helpen, maar ze komt er toch al vrij snel achter dat er meer tussen hun is. Het probleem is alleen dat Ralf eigenlijk al aangeeft van dit kan ook niet tussen ons, want hij gunt zichzelf ook geen tweede kans op geluk in feite. Candace heeft in het begin ook duidelijk gemaakt van nou, ik begin ook nooit een relatie met mijn klanten. En dat zorgt voor best wel veel wrijving tussen hun, want op een gegeven moment
heeft Ralf een oppas die blijkbaar meer van hem wil dan alleen op zijn kindje passen. En dan neemt Kenneth het oppassen even over. En langzamerhand beginnen ze een soort van gezinnetje te vormen. Omdat ze het zelf eigenlijk ook wel gewoon heel leuk met elkaar hebben. Dan vindt er dus de kus plaats en is er eigenlijk geen weg meer terug. En moeten ze dus kijken hoe ze met de gevoelens voor elkaar om kunnen gaan. En of dit gaat werken. Ik vond dit boek heel erg mooi. Ik vond het af en toe ook heel erg zielig. Ik vond het kindje echt super schattig hoe die omschreven werd. Ik vond het wel heel zielig dan ook dat de vrouw van Ralf was overleden. En daar leef je dan best wel in mee. Maar ik vond het ook wel mooi om te zien dat er dan iemand is, zeg maar, die hem opvangt. En die hem dan ook kan helpen met zijn dochtertje. En dat vond ik wel heel mooi aan dit boek. Dus ik vond het zeker wel een aanrader. Het volgende boek wat ik heb gelezen is van Stephanie Vermol en heet Het ging viraal. Dit boek gaat over een evenementmanager, Isla James. En zij schaamt zich eigenlijk nog altijd voor iets waar ze aan terugdenkt wat in haar schooltijd is gebeurd op de universiteit. Zij is daar naakt uit een raam geklommen en vervolgens gefilmd door een paar studenten en dit is dus viraal gegaan en daardoor moest ze haar hele leven omgooien en is uiteindelijk bij haar tante gaan wonen omdat ze zich niet meer in de stad durfde te vertonen waar zij op dat moment woonde. Ze wilde eigenlijk nooit meer achterom kijken. Op professioneel vlak ging het haar wel heel erg voor de wind, want ze maakte succes van haar bedrijf en terugkeren naar haar roots staat eigenlijk niet heel erg hoog op haar bucketlist. Dan vraagt een van haar beste vriendinnen om te helpen bij een liefdadigheidsbal met de organisatie. Want haar beste vriendin is zwanger en die staat op het punt van bevallen. En eigenlijk weet ze niet zo goed hoe ze dat allemaal nog moet doen. Nu het bijna tijd is dat zij haar kindje gaat krijgen. Ze geeft wel toe, maar ze is wel heel erg bang dat ze moet samenwerken met een man die ze eigenlijk nooit meer wil zien. Deze man is Brian Hunters en dat is dus de man waardoor Isla in haar tijd dus net op dat dak terecht is gekomen. Hij was toen een student en inmiddels is hij een veranderde man. Hij ligt in scheiding, want hij is getrouwd met, hij dacht aan jeugdliefde, maar die heeft hem erin geluisterd zodat zij zegt dat zij een kind van hem verwacht en hij kan helemaal geen kinderen krijgen. En hij wil er op dat moment alles aan doen om Isla terug te winnen, want hij beseft toch wel dat hij toenertijd een hele grote fout heeft gemaakt. Dit gaat natuurlijk heel erg moeilijk, want de samenwerking tussen deze twee is echt vreselijk in het begin. Ze moeten echt, Isla die vindt het heel moeilijk om het achter zich te laten. Uiteindelijk hebben ze wel een goed gesprek en komt de samenwerking wel wat beter op gang. Maar of er ook echt liefde ontstaat tussen deze twee, dat is de grote vraag in dit boek. En die ga ik ook niet beantwoorden. Daarvoor zou je het echt zelf moeten lezen. Ik vond het wel een heel leuk boek. Ik heb al meer boeken gelezen van Stephanie van Mol. En ik vind haar boeken wel heel mooi om te lezen. Ik heb er op zich wel heel erg van genoten. Dus ik ben benieuwd naar nog meer boeken van haar eigenlijk. Het laatste boek wat ik heb gelezen is geschreven door Emma Anna. En dit boek heet Hartendief. Ik zal heel eerlijk zeggen, ik heb best wel veel moeite gehad om door dit boek heen te komen in eerste instantie. Ik heb zelfs getwijfeld of ik het uit wou lezen, maar ik heb het wel gedaan. Ik ben er uiteindelijk wel blij mee. Dit boek gaat over Artemis. Ja, die naam vind ik dus al een beetje moeilijk. Zij loopt stage in een apotheek en op de laatste stagedag komt zij oog in oog te staan met de mooiste man die ze ooit heeft gezien. Artemis is een persoon die heel slecht voor zichzelf op kan komen, er heel veel moeite mee heeft om iets terug te zeggen als zij afgekapt wordt. En dat gebeurt ook in die apotheek. Een mevrouw die klaagt heel erg tegen haar en uiteindelijk zegt die man dus die achter haar staat dat dat vrouwtje maar eens een beetje moet indimmen. Eigenlijk nog nagenietend van deze ontmoeting met deze man gebeurt er een traumatische ervaring voor Artemis in de apotheek, want ze krijgt te maken met een overval.
Ze wil eigenlijk dit voorval gewoon vergeten, maar Amon, oftewel Toetegamon, zoals hij eigenlijk echt heet, die heeft een eigen band en die maakt zich nogal zorgen om haar en die wil haar meenemen op de zomertournee van de band, Two Dimensions. In eerste instantie twijfelt Artemis een beetje, want ze woont bij haar pleegmoeder en ze vindt het eigenlijk een beetje flauw om haar zo lang alleen te laten. Maar eigenlijk overhalend door haar broer gaat ze toch mee op deze tournee. Dan maakt ze kennis met de nieuwe bassist en die man komt daar heel bekend voor, want dit blijkt de man te zijn die zij in de apotheek heeft ontmoet vlak voor het vreselijke voorval wat er gebeurd is. Artemis leeft een beetje eentonig, maar eigenlijk door deze ontmoeting krijgt haar leven ineens een hele optater en wil ze eigenlijk veel meer te weten komen van deze man. Uiteindelijk besluiten ze om wat ongedwongen te beginnen, dus ze willen er geen label aan hangen. Ze hebben het tijdens die tournee gewoon heel erg leuk, tot ergernis van haar broer, want die is heel erg beschermd naar zijn zusje toe, omdat hij haar voor een groot deel heeft opgevoed. En hij wil gewoon eigenlijk niet dat zij met mannen omgaat. Uiteindelijk komt dit tot een naar hoogtepunt als Amon erachter komt dat Artemis met Jurre, de bassist, dus toch iets begonnen is. En zorgt het voor hele heftige gebeurtenissen. Aan het einde van dit boek komt Artemis dan ook achter een hele ontboezeming, waardoor zij ineens weet wie dus die overvaller is in de apotheek geweest en weet ze niet goed wat ze moet doen en verbreekt ze het contact ook met Jurre. Dit zijn de grote lijnen van dit boek, er gebeurt nog veel meer. Jurre heeft heel veel geheimen, Artemis die begint wel wat meer open te stellen. Ik kan me soms wel een beetje irriteren. Dit personage is heel onzeker en ze huilt ook heel veel. En op zich is dat ook best wel zielig natuurlijk. Maar op een gegeven moment dan denk ik, oh, gaat ze weer? Dan gaat ze zoveel huilen, dan denk ik wel eens van, nou, dat had iets minder gemogen. Ik ben uiteindelijk wel blij dat ik dit boek gelezen heb. Ik ben zelf inmiddels bezig in boek 2. En doordat er zoveel eigenlijk niet duidelijk wordt in boek 1, wil je toch weten wat er nog meer achter het verhaal zit. Dus uiteindelijk ben ik wel blij dat ik hem verder gelezen heb. Alleen de namen vond ik dus best wel vervelend, maar ik heb toch wel genoten van dit boek uiteindelijk. Dan waren dit al mijn gelezen boeken van maart. Ik blijf toch wel heel erg genieten van het lezen. Ik merk gewoon eigenlijk dat er zoveel mooie boeken zijn waar ik best wel geïnteresseerd in ben. Ik ben ook eigenlijk wel benieuwd of jullie misschien toch ook nog wel lezers zijn. Of dat je, misschien ben je liever iemand die je luisterboek luistert. Dat kan natuurlijk ook, want die zijn er ook heel erg veel. Ik hoop in ieder geval dat je weer een beetje een idee hebt waar deze boeken over hebben kunnen gaan zonder te veel spoilers te weten. Ik hoop dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren of op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, er staat een rode button. Als je die aanklikt, krijg je een melding zodra ik een nieuwe video heb geüpload. Vond je deze video leuk, doe zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video weer te mogen zien. Doeg!